schoon drinkwater. Vanzelfsprekend in Nederland, toch? Of niet? Goedenavond, dit is Gelderland Vandaag. Zorgen bij Vitens. Het kost steeds meer geld om ons drinkwater goed te houden. Bestrijdingsmiddelen, mest, graven en boren in de grond. In Nijmegen en Zutphen zijn waterbronnen daardoor verontreinigd. Ze gaan dicht. En als je het nu aanpakt, dan voorkom je dat er straks een heel groot probleem wordt. Weer brand bij een groot varkensbedrijf in Aalten. Vorig jaar ook al getroffen, dit keer is hij aangestoken. En overal verdwijnen ze, maar Leuth heeft nu juist een nieuwe. Een pinautomaat, betaald door de gemeente. Ik ben daar op zich wel blij mee, want je hoeft niet voor het pinnen in de rij te gaan staan. Er moet een einde komen aan het gerotzooi in onze bodem. Dat zegt de hoogste baas van waterbedrijf Vitens. Door allerlei vervuilingen in de bodem loopt ons drinkwater gevaar. Twee waterwindpunten in Zutphen en in Nijmegen worden gesloten omdat het water daar te vervuild is. Het lijkt zo vanzelfsprekend, schoon water uit de kraan, maar dat is het niet. Vitens moet steeds meer viezigheid uit het water halen, zoals hier in Nijmegen. Door de bodemvervuiling wordt het zuiveren van het hier gewonnen water veel te duur. Het bedrijf maakt zich zorgen over alles wat er in de bodem gebeurt. En dat zijn eigenlijk drie dingen. Oude bodemverontreiniging, waar we veel last van hebben, daar is hier ook sprake van. Dat zijn een aantal diffuse bronnen. Dat zijn bestrijdingsmiddelen, dat is mest van de landbouw, in toenemende mate ook geneesmiddelen. En een derde categorie, dat is de toenemende drukte in de ondergrond. En dan kunt u denken aan schaliegas en allerlei activiteiten die in de ondergrond plaatsvinden. Die ondergrond moet dus veel beter beschermd worden, vindt het waterbedrijf. En het krijgt steun van de wetenschap. Grondwaterdeskundige Van der Zee vindt dat er een soort deltaplan moet komen voor ons drinkwater. Om veel meer vast te leggen waar dan drinkwater beschermd wordt en waar het minder beschermd wordt, of waar het allang veel te ver verontreinigd is om nog op lange termijn mee verder te kunnen gaan. Ik denk op dat vlak, daar moet een sturing komen, een regie, onder andere van bovenaf, van waar gaan wij op inzetten. Werk aan de winkel voor de overheid dus, maar die wijst weer net zo hard naar ons. Gooien wij wel eens wat weg, gooit u wel eens wat weg, gooi ik wel eens wat weg. Bijvoorbeeld een litertje olie waarvan je denkt, ach. Of bestrijdingsmiddelen om het gras tussen je tegels uit te sproeien. Dat gaat allemaal in de bodem. Dus daar moeten we echt met z'n allen heel attent op zijn. Gelderland heeft nu zo'n 50 waterwindpunten. Daar wordt ruim de helft van ons drinkwater opgepompt. De rest komt van oppervlaktewater. Die waterwindgebieden moeten dus beschermd worden tegen bijvoorbeeld schaliegasboringen. Kijk, het zijn allemaal activiteiten waarbij je diep in de ondergrond zit, waarbij ook chemicaliën gebruikt worden. Als daar wat misgaat, en dat kan altijd gebeuren, dan is de impact daarvan op de watervoorraden enorm groot. Zodra men in de diepte verontreinigende stoffen gaat rondpompen, dan weet je gewoon dat het een kwestie van tijd is dat een keer een flinke verontreiniging optreedt. Inwoners van Nijmegen en Zutphen hoeven zich geen zorgen te maken. Het water dat ze nu krijgen is van zeer goede kwaliteit. En dat blijft het ook als ze straks water uit het rivierengebied en de Veluwe krijgen. Geld uit de muur halen. Op steeds minder plekken kan het. Maar in de gemeente Ubbergen is er sinds vandaag juist een pinautomaat bij, in Leuth. De gemeente draagt 10.000 euro bij en dat kwam nog niet eerder voor. Vanmiddag is de automaat geopend. Ballonnen. Een rode loper, gasten, taart en een leger aan fotografen. Allemaal omdat Leuth sinds vandaag een geldautomaat heeft. Ja, dat heb ik hier. Mevrouw de wethouder, u sponsort de bank. Ja, zo wil ik dat niet noemen. Wij leveren een bijdrage aan een geweldig mooi project. En dat is een geldautomaat in een dorp van 1800 inwoners waar al heel lang gevraagd is om een geldautomaat. Maar is het niet de verantwoordelijkheid van alle banken samen om in ieder dorp een pinautomaat te hebben? Ja, het is natuurlijk zo dat banken zijn commerciële instellingen. Die kijken waar je een pinautomaat zou kunnen hebben. Maar kijken dan wel of het ook commercieel haalbaar is. Nou, in een dorp als deze is dat commercieel niet haalbaar. Vandaar dat we de proef zijn gestart om te kijken of we gezamenlijk met lokale partijen het toch mogelijk zouden kunnen maken om er toch één te hebben. En dat is gelukt. Met als resultaat een plein vol blije mensen. De gemeente, omdat ze tegemoet komt aan de wens van haar inwoners. De bank, omdat ze misschien zo wel nieuwe klanten krijgt. De supermarkt, omdat ze minder contant geld in huis hoeft te hebben voor mensen die extra pinnen. En de inwoners, die zijn ook blij. Hey!
tijd wordt ook anders, moderner. Dus kun je ook mee praten, we hebben een pinautomaat in Leut. Vindt u het goed dat de gemeente daaraan mee betaalt? Ik vind het best. Ik vind dat de gemeente wel alles betaalt. Blij mee. Alleen het is wel een nadeel dat je op zondag dan niet kunt pinnen. En in de avonden, uren. Maar een automaat buiten, dat was te duur. De Regiobank zegt met nog twee andere Gelderse gemeenten in gesprek te zijn voor zo'n gesponsorde geldautomaat. Vorig jaar woedde er een grote brand bij een varkensstal in Aalten. Het pand was net herbouwd, maar gisteravond ging het weer mis. Bij het bedrijf brak laat in de avond brand uit. Vandaag blijkt dat het vuur zeer waarschijnlijk is aangestoken. Ja, was inderdaad schrikken. Ja. We werden opgeschrikt door een raar telefoontje. In eerste instantie al alarm bij ons uit de stal. En kort erachteraan ook al de politiebevestiging dat er inderdaad brandweer was in onze nieuwe stal. Een dag later kan eigenaar Erwin van der Wolfshaar er nog steeds niet bij. Brandstichting in zijn gloednieuwe stal. De brand werd gisteravond iets voor 11 ontdekt door twee voorbijgangers. De schade valt uiteindelijk mee en de 150 varkens die in de stal waren zijn ongedeerd gebleven. Maar in december was er ook al brand bij de boerderij. Toen is de oorzaak niet ontdekt. Al rijst nu wel de vraag of het in de tijd ook niet brandstichting was. Ja, dat is altijd moeilijk. Het staat los van elkaar. Het maakt natuurlijk wel verdacht dat het twee keer achter elkaar, twee keer op dezelfde plek. En het is natuurlijk altijd gevaarlijk om daar uitspraken over te doen. Maar wij zijn in ieder geval geschokt dat het deze keer dus wel daadwerkelijk bewezen is dat het brandstichting is. En dat dus iemand moedwillig hier probeert er een bende van te maken. Volgens de politie is er geen technisch mankement gevonden. Bovendien is het vuur begonnen in een leegstaande ruimte aan de achterkant van de schuur. Wie er achter de brandstichting zit, weet van der Wolfshaar niet. Hij weet wel dat tegen de bouw van zijn stal, waar straks 900 varkens in kunnen, veel weerstand was. Vorige week nog had hij open huis om na 8 maanden te kunnen laten zien dat alles weer hersteld was na de vorige brand. Juist vorige week met de open dag was eigenlijk de afsluiting van, we sluiten het hele boek af en we beginnen opnieuw. En nu word je eigenlijk weer misschien wel 2 stappen teruggedrukt. Ja. De politie doet nog buurtonderzoek en roept getuigen zich op te melden. Wekenlang is het ene na het andere dorp op zijn kop gezet. De 150ste zomer in Gelderland vanavond en van dit seizoen ook nog eens de laatste. Dus ja, spierballen zijn goed getraind deze zomer. Senioren worden steeds handiger met de computer. Maar dan kunnen ze eindelijk overweg met e-mailen en skypen. Is daar ineens weer een nieuw apparaat, de iPad. De Katholieke Bond voor Ouderen in Druten geeft een iPad-cursus voor senioren. En met succes. Henriette de Grunt krijgt de iPad-cursus gratis omdat ze de 100ste is die zich heeft aangemeld. De senioren krijgen wel vaker uitleg van hun kinderen. Maar als die de deur uitlopen, zijn de ouderen vaak alweer vergeten hoe het moet. Kijk, de jeugd die is zo snel in al die dingen. Die hebben al een telefoon als ze 10 jaar zijn. Ja, wij hebben dan zo'n iPad en dan is het van en nu? De beeldbellen, dat ziet er zo uit. Stapje voor stapje krijgen ze hier uitgelegd hoe je bijvoorbeeld foto's en filmpjes kunt maken. Maar ook hoe je kunt beeldbellen met je kinderen. En dan kan ik FaceTimen natuurlijk, hè? Maar ik wil ook er nog meer van afweten. Daarom ben ik hier op de cursus. Als je meerdere dingen hebt van hetzelfde soort, dat je die in een mapje kan zetten. Dat schijnt te kunnen, ik weet het dus niet. De Ouderenbond leert de ouderen vooral ook hoe ze contact kunnen leggen met de helpdesk van de Ouderenbond. Hoe je medicijnen kunt bestellen en hoe je snel medische hulp kunt regelen via de iPad. Om bij de tijd te blijven, maar ook voor het feit van lange tijd zelfstandig thuis wonen is aan de orde. Met de regie in eigen hand. Heeft u de app van Omroep Gelderland al gedownload? Die heb ik nog niet gedownload. Snel doen. Dat ga ik heel snel doen, ja. Ze zijn niet aan te slepen, de t-shirts van Open Doors uit Ermelo. De christelijke organisatie heeft een zwart shirt in omloop gebracht met een Nasrani-symbool. Het symbool wordt gebruikt om christenen aan te duiden in de door IS opgejaagde gebieden. Dragers tonen zo hun betrokkenheid met de onderdrukte christenen in Irak en Syrië. Meer dan 4000 kilo tomaten die door de Russische boycot zijn blijven liggen, hebben vandaag een nieuwe bestemming gevonden. Ze zijn verdeeld in de pakketten van de voedselbank. Kratten vol tomaten staan klaar in de koeling van de voedselbank Arnhem. 4600 gezinnen krijgen vandaag verse tomaten in hun voedselpakket. En die tomaten zijn zeer welkom. We hebben heel graag vers groente, vers fruit. We willen namelijk graag elke week proberen de schijf van 5 in ons voedselpakket te krijgen.
En dat lukt lang niet altijd. En door deze verse groente hebben we in ieder geval weer een belangrijk element erbij. De overheid heeft de groente- en fruittelers opgeroepen om overtollige producten aan te bieden aan de voedselbanken. De telers krijgen compensatie voor hun appels, peren en tomaten. Wat de cliënten de komende tijd aan verse producten in hun voedselpakketten krijgen, is niet duidelijk. We hebben wel gehoord dat op dit moment vooral de tomaten, de peren en de appels, dat daar hele grote hoeveelheden van kunnen komen. Maar ook producten als bloemkool, als paprika staan op de lijst. Het aanbod zou ook te groot kunnen zijn. Daarom is de voedselbank al druk in gesprek om te kijken of er bijvoorbeeld ook appelmoes en soep gemaakt kan worden van de producten, zodat de cliënten er langer iets aan hebben. Het zit er weer op. Vanavond wordt voor de laatste keer dit seizoen het populaire programma Zomer in Gelderland uitgezonden. En het is een bijzondere uitzending, want er wordt een jubileum gevierd. Voor de 150ste keer wordt er live vanaf een dorpsplein in Gelderland uitgezonden. Zij is het zonnetje van de zomer, Angelique Kreuger. Hebben jullie gisteren ook gekeken? Het moet haast wel, want het zomerprogramma van Omroep Gelderland is immens populair in de provincie. Elke keer staan de pleinen van de dorpen die worden aangedaan bomvol mensen, ook nu weer in het vijfde seizoen. We hebben gehad dat er 100% op het plein staat. Ja, dat is toch waanzin, hè? Bijna 15.000 man zijn wezen kijken op de pleinen naar de shows. En heb ik nog geen eens over al die mensen die via de radio of televisie het spektakel gevolgd hebben. Vandaag wordt als laatste van 20 dorpen dit seizoen Harfse aangedaan. In recordtempo wordt een complete tv-studio uit de grond gestampt. Dus ja, spierballen zijn goed getraind deze zomer. Maar Zomer in Gelderland is meer dan tv. Alleen er is de hele dag radio vanuit het dorp. Dit jaar zijn we naar extra kleine dorpen toe gegaan. En ja, we hopen te laten zien dat vooral in die kleine dorpen, die toch een beetje krimpen, dat het daar fantastisch wonen is. En de dorpelingen bouwen zelf mee aan het decor, voeren opdrachten uit. En dat allemaal om uitgeroepen te worden tot het mooiste dorp van Gelderland. Dit is de Oude Kapel. Harfse zetten we op de kaart en daar doen we het voor. De laatste jongens. Otterlo. Wat huilen in Otterlo vanavond. De strijd gaat dus tussen Otterlo en Harfse. Het belooft vanavond een bijzondere uitzending te worden. We gaan live schakelen met het plein in Otterlo. Daar is vanavond al een feest. Het hele team is daar, de burgemeester is daar. En als zij eerste blijven, worden ze gehuldigd. Maar Harfse maakt echt ook kans op de eerste plek. Dus het wordt spannend voor dit Harfse. Of wordt het Otterlo? Nog een paar minuten en dan begint de allerlaatste aflevering van dit seizoen. En weten we wie er gewonnen heeft. Het weer dan nog voor de komende dagen. Daar wordt u over bijgepraat door Casper Hootsen. Misschien heeft u het wel eens gezien, zo'n rare streep in de bewolking zoals deze. Veroorzaakt wordt dat door een vliegtuigstreep die dan boven de wolken hangt. Vanochtend was hij te zien boven een deel van de Achterhoek. Hier voorzichtig aan, lastig te zien, de vliegtuigstreep boven het wolkendek. En hier de schaduw die daaronder op het wolkendek wordt geworpen. Nou, heel aardig detail. Wolken ook genoeg voor morgen, misschien wel wat te veel. En het worden ook wel zulke dikke wolken dat er op meer plaatsen buien gaan vallen. Die storing komt vanuit het westen in rap tempo op ons af. Nou, vanavond is het nog groot en deels droog. Trouwens, het beeld van vanmiddag met zon en stapelwolken. U heeft het zelf aan de lijve gemerkt. Nou, die stapelwolken gaan inzakken, maar in de loop van de avond en nacht komen er toch ook weer wat andere wolkenpartijen voorbij. En later in de nacht naderen dan vanuit het westen meer regenbuien. En tegen de ochtend beginnen die toch steeds verder terrein te winnen. En in de loop van de ochtend komt uiteindelijk ook de Achterhoek aan de beurt met ja, een aantal buien. Er zijn plekken waar het even echt stevig doorregent. Op andere locaties zal het wat minder zijn, maar het is grijzig. En dan in de middag, naast een paar buien, ja, toch ook wel een paar kleine zonmomentjes die vanuit het westen langzaam aan de provincie doordringen. Maar het is vooral in de avond dat het dan echt wat breder opklaart. De temperaturen, ja, die zijn onder de maat bij een matige zuidwestenwind. Nou, er komt wel weer verbetering aan. Zondag eigenlijk al, vaker zon, wel nog een enkele bui. Maar daarna, ja, regelmatig het zonnetje en temperaturen die langzaamaan stijgen tot ruim 20 graden komende week. Goede vooruitzichten dus. Dit was Gelderland Vandaag. Vitens maakt zich zorgen. Het wordt steeds duurder om ons drinkwater schoon te houden. Waterbronnen zijn verontreinigd door bestrijdingsmiddelen en bijvoorbeeld mest. De waterbronnen in Zutphen en Nijmegen gaan dicht. En Leut heeft een nieuwe pinautomaat. De gemeente betaalde er €10.000 voor. Het is voor het eerst dat de gemeente dat doet. Vanmiddag is de automaat feestelijk geopend. Veel plezier bij de laatste zomer in Gelderland. Een fijne avond nog.